Goedemorgen, het is vandaag zondag 9 februari 2020. En ik moet eigenlijk best wel lachen, want als jullie zien hoe wij dat opnemen, is best wel heel grappig. We zijn een kleine gemeente, klein maar fijn, klein maar dapper. En wat God zou willen is dat, ja, dat we allemaal ook het enthousiasme hebben om het evangelie te brengen zoals God het wil. We zijn vorige week gestart met de vijfvoudige bediening. De aantal afgelopen weken zijn we begonnen met het oude op te ruimen, het nieuwe is begonnen. En ook over bedieningen, hoe volg je nou de Heer Jezus? En vorige week zijn we begonnen met de apostel. En we zijn dinsdagmiddag hebben we daar veel dieper op ingegaan. En vandaag hebben we het kopje profeet. Als je nu voor het eerst inschakelt, denk je misschien, zijn er nog wel profeten in de kerken? Want in heel veel kerken is er geen profeet. En de reden is dit, omdat ze bang zijn voor valse profeten. Ze noemen mij ook een valse profeet. Nou, leuk, hartstikke leuk. We breken in Jezus' naam, want ik ben geen profeet, ik ben een apostel. Maar, dat kan ik 100.000 keer roepen, maar dat willen ze toch niet. Ik heb wel profetische gaven in mij. Een apostel, ik zal even de hand van God doen. Dat is de hand van God. Als je 5 vingers hebt, dan is de apostel is dan de duim. De profeet is de wijsvinger. Dan heb je het evangelistische middenvinger. Dan heb je de herder, dat is de ringvinger. En dan heb je de pink, dat is de leraar. Zal ik even kort uitleggen. Als je nou een pen en papier pakt thuis, zet hem nou even op stop. Pak even een pen, papier. En maak dan eens even je hand. Gewoon hand neerleggen en doe je gewoon zo. Doe je hand eromheen. Dus een kind kan er wel eens doen, jongens. Echt waar. Zo simpel. Kijk, dit is mijn hand. Goed, hè? Het is geweldig. Ik heb nog mooi maken met nagels en zo. Who cares? Oké. Een duim. De apostel moet elke vinger kunnen aanraken. Een apostel moet een profetische gave hebben. Moet ook een profeet kunnen aansturen. En moet samenwerken met elkaar. Dat kun je lezen in Efeze 2 vers 20. Die wil ik toch even erbij pakken. Efeze 2 vers 20. Daarin zie je, hè, terwijl hier ook de mensen hem even oppakken, dat de Heer Jezus is de hoeksteen. En daarna komt de apostel en de profeet. En ik kan je laten zien dat de Heer Jezus dat heeft ingesteld. Maar als de Heer Jezus dat heeft ingesteld, waarom zijn er in zoveel kerken zo weinig profeten? Omdat ze bang zijn voor de valse profeet. Maar we gaan het even lezen. Efeze 2 vers 20. Ik kijk even naar rechts, lieve mensen thuis, omdat daar op mijn scherm heeft mijn lieve collega heeft de tekst al staan. Dus de Bijbel, de NBG-vertaling, komt hier. Ik pak hem iets eerder, want anders is de zin zo krom. Ik pak hem uit 18. Want door hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Daarboven kun je van alles nog wat lezen. De geest is, daarmee wordt de Heilige Geest bedoeld. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijbewoners meer, maar medeburgers, de heiligen en huisgenoten Gods. Er wordt gesproken over als je de Heilige Geest in je hebt, dan ben je heilig verklaard en dan ben je een hemelburger. Oké, maar die gingen we vandaag niet uitleggen, we gingen de profeet uitleggen. Dan, 20, gebouwd op het fundament, daar staat het, van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Waarom staat hier nou Christus Jezus? Omdat dit samenwerking is met Heer Jezus Christus. Op het moment dat er Heer Jezus staat, is de relatie kan. Op het moment dat er Christus Jezus staat, zoals hier, dan is het samenwerken met Heer Jezus. Maar het fundament moet gelegd worden door de apostelen en de profeten. Vorige week heb ik uitgelegd dat er in heel veel kerken wordt gezegd dat de apostelen niet meer bestaan. Nou, die hebben we getackeld. We hebben dat getackeld omdat er werd gezegd in het woord, wordt heel veel in kerkenland gezegd, er kunnen geen apostelen meer bestaan omdat je moet de Heer Jezus in levende lijven hebben gezien. Toen hebben we die getackeld doordat Paulus, die was eerst Saulus, die heeft de Heer Jezus ook niet in levende lijven gezien. Die heeft de Heer Jezus wel gezien. En gehoord in de geest, maar niet in levende lijven. Dus de apostel kunnen we bewijzen.
omdat het daar staat. En de Heer Jezus, toen hij naar boven ging, voordat hij naar boven ging, heeft hij geregeld dat de vijfvoudige bediening er is. En de profeet moet naast de apostel staan. Wat doet dan een profeet? Een profeet wijst de richting aan. Hier hebben we een aantal profeten. We hebben hier meer profeten in deze gemeente dan apostelen. Waarom? Omdat we naar elkaar luisteren. Als ik naar links ga, stel nou, dit is een rode vet. Iedereen kan zien dat dit rood is. Ja? Niet zo moeilijk. Maar stel nou dat ik zeg, dit is paars. Dus ik zeg, nee hoor, dit is paars. Dan zegt hier de profeet, Marjolein, dat kan niet. Want deze is niet paars, deze is rood. Dat is een heel klein voorbeeld. Maar een apostel en een profeet zijn naast elkaar om het fundament te leggen. Nu kun je misschien denken thuis, ja, maar dat is het fundament van toen, van 2000 jaar geleden. Maar als je nu ziet hoe de slap aftreksel de kerken zijn, als je nu vraagt aan een willekeurige dominee voorganger, kunt u mij het melk in het geloof uitleggen? Kunt u mij uitleggen hoeveel dopen er zijn? Kunt u mij uitleggen wat het is? Kunt u mij uitleggen waarom er in de ene Bijbel staat wanneer mag je gedoopt worden en de andere niet? Dan zijn ze vaak, kunnen ze dat niet zeggen. Maar als we gaan naar Hebreeën 5, vanaf vers 11, staat er iets heel belangrijks in. Hebreeën 5, vanaf vers 11, staat namelijk iets heel belangrijks. Waarschuwing, staat er zelfs in de Bijbel, tegen verachtering. Hierover hebben wij veel te zeggen. Maar het is moeilijk uit te leggen. Ik ben hem dus aan het voorlezen, hè, lieve mensen thuis. Hebreeën 5, vers 11, ben ik nu aan het voorlezen, uit de Bijbel. Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen. Omdat gij traag zijt geworden in het horen. Want, hoewel gij naar de tijd gerekend leraars wordt te zijn, hebt gij weer nodig dat men u de eerste beginselen van de uitspraken van God leert. En gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs. Een leraar, weet je wat die vijfvoudige dingen? Die leraar moet er zijn. Die leraar, sorry, die laatste is de pink, de leraar. Maar die moet eerst de apostel hebben om het fundament te leggen. Beter samen met de profeet. Dan heb je die evangelist die de mensen binnenbrengt. De evangelist komt volgende week, trouwens jongens. Dan heb je de herder, die komt de week daarna. En daarna heb je die leraar. Maar een apostel moet altijd een leraar zijn. Een profeet moet altijd een leraar zijn. Maar een leraar hoeft niet altijd een profeet of een apostel te zijn. Dat is even om door te denken. Daar staat in Hebreeën 5 vers 11, vanaf 11. We zijn traag geworden in het horen. Wie zijn er traag geworden in het horen? De kinderen van God. Wie God zegt, gaan we ze daar lezen, niet nu, Efeze 4 vers 11 tot en met 15... dat de apostel en de profeet en de andere vijf van de bediening, dat die er zijn om de heilige toe te rusten. Met wat? Met dit. Daar komt hij. Want ieder die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking. Hij is nog een zuigeling. Dat betekent als jij als voorganger, dominee, op het podium staat en je weet niet wat melk is, en je hebt geen profeet naast jou die jou corrigeert, sorry, dan heeft u een probleem. Dan heb jij een probleem. Want elk woord wat wij spreken, vanaf de kansel, vanaf het podium, daar moeten wij rekenschap afleggen. Lieve mensen, ik durf mijn hand voor in het vuur te steken, dat alles wat ik zeg, dat het van God komt. En als ik het fout heb, dan zal ik daar vergeving voor vragen. Dan zal ik daar dat rectificeren. Maar zolang God niet tegen mij zegt dat het fout is, zolang de profeet naast mij niet zegt, je gaat compleet fout, maar de profeet die God heeft aangesteld. Niet zomaar een profeet die hier binnenkomt, Marjolein met een valse profeet. En de reden waarom ze dat tegen mij zeggen is omdat 4 tot 11 september niet uitgekomen is. Maar heb je wel het filmpje goed geluisterd dan? Doe eens gek thuis. Ga dat filmpje nog eens opnieuw luisteren. Wat zeg ik? Niet ik. Wat zegt God door mij heen? De laatste 5 minuten. Ja, misschien ben je nu al even stil. Ik moet doen wat God van mij vraagt. Ik wist van tevoren dat ik allemaal bagger over me heen zou krijgen. Maar doe jij wat God van je vraagt? Toen Abraham eindelijk zijn zoon kreeg, wat vroeg God toen? Ga met hem naar boven
en dood je zoon. Wat deed hij toen? Denk je nou werkelijk dat er geen mensen om hem heen waren die zeiden, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Toen Noach die ark mocht bouwen. De mensen verklaarden voor gek, hier ben je. Maar hij deed het wel. Lieve mensen, stop met veroordelen. Stop met dat vingertje wijzen. Stop met dingen te zeggen die niet waar zijn. En als jij dat gelooft, prima. Dan mag je dat tegen God zeggen. 100.000 mensen hebben het tegen mij gezegd. En dan ga ik naar God. Dan zeg ik, Heer, heb ik het fout? Dan zeg je, nee, want je hebt gedaan wat ik vroeg. Maar ik heb ook een profeet naast mij. Een echte profeet. Die hier mij echt de waarheid durft te zeggen. Maar zo heb ik ook nog een apostel naast mij. Een apostel van de waarheid. Die mij echt durft te zeggen of ik het vals heb of niet. Zo zijn er meerdere mensen naar me toe gegaan en zeggen, Marjolein, je hebt het fout. Maar sorry, ik luister naar God. En ik luister naar de profeet die God aan mij gegeven heeft. Waarom ben ik nou zo duidelijk hierin, jongens? Weet je wat zo erg is? Mensen blijven hangen in het kringetje. Mensen blijven hangen in de uitspraak tussen 4 en 11 september. Mijn hart huilt. Want je komt niet verder. Je bent alleen maar bezig met, dat is niet uitgekomen, dat is niet uitgekomen. Stel dat ik een valse profeet zou zijn. Dan zou God mij toch terecht brengen, of niet? Maar alle teksten die ik geef, staan hierin? Zal ik Larikoek te verkondigen? Nee, want daar staat dat de mensen nodig hebben vaste spijs. En als een leraar je niet kan uitleggen wat vaste spijs is, dan heb je een probleem. Als iemand tegen jou zegt in een kerk, als je gelooft ga je naar de hemel, dan is dat een leugen, lieve mensen. Dat is een leugen. Geloof dat niet. Weet je nog dat ze de Heer Jezus verafschuwden? Dat hij demonen uitdreef. Weet je wat zijn woord was? Wat zijn antwoord was? Welke demon drijft zijn eigen demon uit? In die strekking, moet je maar lezen, Matthäus, ga lekker je gang, zoek het lekker op. Maar een profeet hoort naast de apostel te staan. En ik ging er even dieper op in, om dit even aan de kant te gaan. Ja, er zijn profeten die valse dingen hebben gezegd. Ja. Maar lieve mensen, het gaat erom hoe God dat je dit kan toetsen. Maar wat doet een profeet nog meer? Een profeet geeft richting aan. Moet naast de apostel staan, dat hebben we net gezegd. En dan staat er iets heel moois. We gaan even naar de gave van de geest. En dat is in 1 Korinthe 12. Dan gaan we iets heel moois laten zien. Wat een profeet nou werkelijk doet. En dan ga ik jou 9 partjes laten zien. We hebben de vrucht van de geest. Maar ik heb nu het over de gave van de geest. Die twee mag je niet door elkaar halen. De vrucht van de geest staat in Galaten 5 vers 22. Maar de gave van de geest, die staat in 1 Korinthe 12. En dan ga ik je iets moois laten zien. Vanuit het woord van God. En daarmee sluit ik dan ook af. En dan hoop ik dat je dinsdag misschien wil komen. Want dan gaan we namelijk heel diep over die gaven in. 1 Korinthe 12. En ik lees hem gewoon weer op. Vanaf vers 1. Vele gaven één geest. Ten aanzien van de uitingen des geestes broeders. Er staat dus broeders over de heiligen. Wil ik u niet onkundig laten. Gij weet dat gij toen gij nog heidenen waart. U blindelings naar de stomme afgoden liet heen drijven. Nou, de stomme afgoden zijn bijvoorbeeld boeddha's. Heb jij een boeddha in huis? Gooi hem alsjeblieft eruit. Dat is een stomme afgod, heeft niks met God te maken. Sterker nog, dat als je dat in huis haalt, dan ben je eigenlijk, ook al doe je dat onbewust, ben je Satan in huis aan halen. Niet doen, flikker hem eruit. Ook al die altaartjes doen en al die voorouderverering, stop daarmee. Je hebt alleen God, de Heer Jezus en de Heilige Geest en niemand else. Dan daarna. Daarom maak ik u bekend dat niemand door de geest Gods sprekende zegt, vervloekt is Jezus. En dat niemand kan zeggen, Jezus Heer, dan door de Heilige Geest. Nu denk je, Marjolein zegt het ook. Ho, ho, ik lees wat op. Daarna, heel vaak komen mensen hier voor gebed. En dan vraag ik of ze mijn naam willen zeggen. Of onze profeet vraagt dat. En op het moment dat mensen niet kunnen zeggen, Heer Jezus Christus, dan hebben ze een probleem. Heel vaak zeggen ze, Heer, Jezus Christus. Nee, het is
Heer Jezus Christus. De Heer Jezus is mijn Heer. Hij is mijn meester. Hij is mijn vriend. Hij is mijn broeder. Hij is mijn redder en verlosser. Hij is de levende zoon van de levende God. Dat kan ik zeggen met vol power, vol Heilige Geest. En als je dat kan zeggen, dan ben je een kind van God. Maak ik fouten? Absoluut. Maakt de profeet hier fouten? Absoluut. Maar dat is het niet. Iedereen maakt fouten. Maar van je fouten leer je. Maar als jij niet kan zeggen, met volle overtuiging, dat de Heere Jezus jouw redder en verlosser is, dan heb je een probleem. Want je hebt de Heilige Geest nodig. Gaan we verder. 5. En er is verscheidenheid. Vier. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde geest. En er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde Heer. Ik heb dat al vaker uitgelegd. De Heer Jezus geeft jou je bediening. En de Heilige Geest zorgt dat jij het kan uitvoeren. En God de Vader overziet alles. Het is dezelfde God in alles en allen werkt. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En ieder betekent broeders, hè? Heiligen. Sorry, dat moet ik even duidelijk zijn. Want in het begin sprak hij tegen de broeders. Dus als hij dan zegt allen, dan bedoelt hij broeders. Ik ben nu ook een broeder, geen zuster. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En aan de ander met kennis te spreken, krachten ze dezelfde geest. Sorry. Aan de een geloof door dezelfde geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werkingen van krachten, aan de andere profetie. Hey. Aan de een het onderscheiden van geesten en aan de ander allerlei tongen. En dan weer een andere vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest. Die in ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk hij wil. Nu heb ik een overzichtje gemaakt. En die staat ook op Facebook. Ik doe hem iets dichterbij. Zoom even in thuis. Zet hem even op pauze. Kijk even goed. Want ik ga ze voorlezen. Ja, komt ie. Een profeet van God komt. Een profeet van God krijgt heel veel gaves. Ga hem voorlezen. Gaven van de geest. Een profeet kun je eigenlijk verdelen in 3 hoofdcategorieën. Wat een profeet zeker moet kunnen. Maar in de ene is, net als het, bijvoorbeeld je hebt maïs zaaien. Maar als je maïs zaait en er is niet te veel zon op bijvoorbeeld de ene kant, dan groeit dat minder hard als de andere kant. Soms, mijn dochter en ik reden voor je langs een maïsveld. En toen viel het op dat de maïs zo ging. Toen dachten we, hè? Dat komt omdat daar wat meer zon is, daar wat minder zon. Dat is ook met een profeet zo. Een profeet krijgt gaven van de Heilige Geest. Maar het is aan de profeet zelf of te kijken of hij of zij dat laat groeien met de Heilige Geest. En dan ga ik ze nu even oplezen. Komt-ie. Een profeet krijgt gaven van openbaring. Door middel van woord van wijsheid. Woord van kennis. En onderscheiding van geest. De mensen hier krijgen zaken het blaadje mee. Jullie heb ik het net even laten zien. Zet hem even op stop. Dat kun je lezen door de hele Bijbel heen. Doe eens gek. Pak de Bijbel online eens. Of ga gewoon naar Google. Typ in. Profeet onderscheiding van geest. Dan zal ik je nu al zeggen. Dan krijg je meerdere teksten. Nou kan ik wel jullie alles voorleggen kouwen. Maar pak nou zelf die Bijbel eens een keer. Ga het eens onderzoeken. Als jij een profeet bent van God. Dan is het jouw taak. Om dit woord te gaan onderzoeken. Dat is jouw taak. Hoe weet je nou dat je een profeet bent? Nou, dat zal ik je vertellen. De Heer Jezus geeft jou je bediening. En die zal het jou kenbaar maken. Door het woord van God. Door mensen. Door dromen. Door visioenen. En het zal bevestigd worden. Het zal bevestigd worden. Door leiders. Gods kinderen van God. Een apostel zal een profeet mogen inzegenen, maar ook een profeet. In mijn geval, en het geval van de profeet hier is, kwamen mensen uit het buitenland. En die vertelden dat wij een apostel en een profeet waren.
Dat was best shocking. Want ik had al van God gehoord, maar ik snapte het niet. Ik wist niet wat het was. Maar deze dame, die onze profeet is hier, die heeft keihard gewerkt samen met de Heilige Geest om het woord zuiver, met kracht, met wijsheid, de eerste, dat is het blauwe gedeelte, te doen. Woord van wijsheid. Deze profeet die naast mij staat, heeft heel veel wijsheid. Niet haar wijsheid, de wijsheid van God. Daarnaast heeft zij een woord van kennis. Zij weet wat hierin staat, maar ze hoeft niet altijd de tekst adequaat te kunnen pakken. Dat vraagt God ook helemaal niet. Maar ze weet wel wat er staat. Dan onderscheiding van geest. Als hier iemand binnenkomt met een demonische gebeuren, of iemand is hier niet zuiver, krijgt ze dat meteen door. Dan gaan we naar het groene bakje. We zijn er bijna, jongens. Drie keer groen en drie keer rood. Dan kan je thuis lekker bijkomen. Komt-ie. Daarna gaven van kracht. Onze profeet hier gelooft in wonderen en heeft wonderen ook gezien. Wonderen van God. Elke week, we hebben het vanmorgen net nog even over gehad, gebeuren hier wonderen. Serieus, lieve mensen. En niet omdat wij zo goed zijn. Nee, omdat God wonderen door ons heen doet. God doet een wonder door een steen. Maar nu, in dit geval, doet hij wonderen ook door onze profeet heen. Er was een paard, er was ziek. God doet een wonder en het paard is nu aan het genezen. Halleluja. Ze heeft geloof voor de gave van genezing. Ja, daar heeft ze geloof voor. En ze ziet dat de kracht van God werkt. Dat doet een profeet, lieve mensen. God werkt door die profeet heen. Dan de gave van spreken. Soms ben ik er niet. En de apostel hier om me heen. We hebben hier nog twee apostelen zitten. Dat is wel eens een keer voorgekomen. Die waren er niet. Dan blijft alleen de profeet over, lieve mensen. Ik weet nog dat ik een keer doodziek op bed lag. De andere twee apostelen waren er niet. En de preek moest doorgaan. Dan staat de profeet op. En spreekt de woorden van God. Mooi. Dan heb je rode gedeelte ook. Je hebt een blauw gedeelte, groen gedeelte en het rode gedeelte. Zij heeft ook tongentaal. Een profeet heeft tongentaal. Een profeet kan tongentaal uitleggen. Want God kan er doorheen. Maar de ene profeet kan dat wel en de andere profeet kan dat niet. Zal ik uitleggen hoe dat kan? Want je hebt een profeet voor de kinderschool, voor de kleuterklas. En je hebt een profeet voor de universiteit. Dat is heel logisch. Maar een profeet moet er wel van weten. En moet ook weten of het in het woord van God staat. Nou, onze profeet kan dat horen. Dan kan zij ook profetie uitleggen. Zij kan uitleggen wat een profeet inhoudt. Lieve mensen, de profeet heb ik even een notendop verteld vandaag. Het is best heel veel vandaag. Misschien dat je denkt, oh, heel veel informatie. Maar ik daag je uit om dinsdag te komen. Dinsdagmiddag van 2:30 tot 4:30. Dan gaan we heel diep op de profeet in. En misschien ben je wel een profeet. Weet je, een profeet krijgt ook heel vaak visioenen, beelden, woorden voor een ander door. Weet je dat in de Bijbel staat, toen er gesproken werd, wordt er eerst muziek gedaan. En een profeet, die kan dan zijn woord of zeggen, wij hebben vanmorgen ook hier gezongen. Dat doen we om de weg tussen God en ons vrij te maken. Zodat de profeet ook dingen doorkrijgt. En de profeet toetst de apostel, hè, lieve mensen. Lieve mensen, ik sluit hiermee af. Ga naar God als jij denkt, ik ben een profeet. Ga naar God. Vraag aan de Heer Jezus en de Heilige Geest om bevestiging. En vraag een bevestiging. Bijvoorbeeld dat de zon. Je moet iets vragen voor jouzelf. Ik ga het ook niet voorstellen. Je moet iets vragen voor jezelf. Ik heb heel vaak gevraagd aan God. Houd de Bijbel dicht. En dan deed ik de Bijbel en zei ik, Heer, heeft u iets voor mij? En dan sloeg ik de Bijbel open. U bent bij mij. Nou, dank u wel. Dat is woorden van God, dat hij bij me is. En dat hij jou wil toerusten. Stop met negativiteit. Ga doen wat God van je vraagt.
ga je bediening doen. Er zijn te weinig mensen. Te weinig mensen op deze wereld. Die het woorden van God doorgeven zoals God dat wil. Ga onderzoeken wat dat melk is. Zoek anders al die filmpjes op. En pak de Bijbel erbij. Een hele gezegende zondag. Amen.